voor ons is het weer tijd om surprises te gaan maken. Ik weet dat de meeste mensen dat in december doen, maar in december heeft niet iedereen heel veel tijd en aangezien we best uitgebreide surprises maken, doen wij het op een ander jaargetijde. Ik wil een camera gaan maken en ik wil daarbij de Mindstorms gaan gebruiken als display en ook om wat motortjes te besturen. Ik gebruik daarvoor een Mindstorms brick die ik niet meer kan repareren. Maar er is nog wel iets functionaliteit die werkt. De motortjes werken nog, de sensoren werken niet meer. Het scherm werkt ook nog, het geluid niet. Nou, ik hoop dat ik wat leuks kan maken. Deze Tony-repen worden het cadeau, dus die moeten er ook in gaan passen. Ik hoop dat het leuk wordt. Hoi, ik ben Peter en dit is een nieuwe aflevering van Ik Maak Dus Ik Ben. De eerste stap is het opmeten van hoe groot alles moet worden. En dan een rechthoekige box gaan maken waar dat allemaal in past. De volgende stap is dan om de aansluitpunten te maken, zodat alles vastgemonteerd kan worden. En iets van een lens aan de voorkant. Dan moet er uiteindelijk ook nog een deksel aan de onderkant gemaakt worden die open kan als het motortje draait. Om dozen te maken blijft de automatische lasercut boxfunctie in Inkscape mijn favoriet. Kijk hoor, de breedte wordt 130. De diepte 180. En dan toepassen. En dan heb ik hier de box klaar. Ik ben heel benieuwd of ik hiervan kan maken wat het moet worden. Nou, dat is helemaal niet slecht eigenlijk. En ook dit lijkt te passen. Ja, dan kan deze hier op. Dit lijkt allemaal bijzonder goed te passen. We komen nu bij de klep. En daar moeten deze dingen ingelijmd worden. En dan moet ik alleen nog passen of er nog tonies in passen. Ja, dat past ook. Ik ga hem in elkaar lijmen. Dan laten we nu dit maar eerst even drogen voordat we verder gaan. Oké, dit past nu, als het goed is, hierin. Ja, dat past. Moet ik hier nog even een stukje afschuren. En dan kan ik nu de scharnierpunten erin lijmen. Ja, dan begin ik nu aan de onderdelen die ik een beetje gegokt heb. Ik doe dat mooi open. Maar dit had ik bedacht dat het hier achter kwam. Maar ja, het is natuurlijk veel handiger als ik dit veel langer maak. Nee, dus dat is één ding. Dus deze opnieuw en nog wat langer. En dan gaan we nu de bovenkant in elkaar lijmen. Deze PVC-buis gaat de lens worden, dus die moet even op maat gezaagd. En misschien wil ik de diafragmaring ook hiervan maken, dus ik zaag ook gelijk een paar reepjes af. En nu denk ik dat ik hier een inham in wil, waar deze omheen kan. En ja, ik denk dat ik dat ga doen. Zo, dan kan ik dit eruit zagen en daar kan dan een dingetje doorheen. Dit schuren we even af. Dit heb ik echt exact goede maat gemaakt. Dit past er precies in en dat is wel fijn, want ik weet niet hoe goed ik dat ga kunnen lijmen. En dit kan ik natuurlijk probleemloos hierop lijmen. En dat zou ik eigenlijk uit moeten meten. Maar aangezien ik lui ben, ga ik dat op de gok doen. En waarschijnlijk ga ik straks spijt krijgen van deze beslissing. Dan gaan we dit hier exact in het midden proberen te plaatsen zonder hem te meten. Oké, deze kieren ga ik nog even dicht smeren en ik heb nog wat plamuur gevonden, dus ik hoop dat ik dat daarmee kan. Maar volgens mij gaat het veel handiger met vingers. Nou, gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. Ik heb hier in die motor heb ik een asje gestoken met een T-stukje erop. En hier deze ring heb ik een gat ingeboord van 5 mm en daar kan een asje doorheen. En hier zit natuurlijk die gleuf in die ik er alleen had gemaakt. En dat T-stukje kan frotten. Ja. En dan nu. Ja, als ik de ring draai, draait ook het motortje. Dus dan kan ik deze ring daar omheen lijmen.
De ervaring leert dat groeilijm het helemaal niet slecht doet voor kunststof. Deze teksten, die wil ik graag in het wit hebben. Straks met zwart er zo overheen te gaan dat ik het wit niet alsnog zwart vers. Ja, het lijkt in ieder geval goed in alle letters te zitten. Ja, ik denk dat we het hier maar mee moeten doen. Nou, hopelijk lukt dat ook hier op het diafragma. Nou, eigenlijk wel goed genoeg. Kijk, ik kan de diafragma's goed lezen, dus ja, ik ben er wel blij mee. Ja, om hem een beetje aan te kleden, dan plak ik er gewoon wat randjes op die ik toch nog zo hier en daar heb liggen. Een rode knop is natuurlijk de afdrukknop, zeg maar. Nou, ik heb nu een proefprogrammaatje gemaakt waarbij er al tekst staat. Dus hier is mijn eerste zin van het gedicht. Dan als hij op het pijltje drukt, krijgt hij hier een opdracht. Zet het diafragma op F4. Als ik het diafragma dan op F4 zet, dan gaat hij open. Natuurlijk moet hij straks veel meer doen voordat hij open gaat. En ik heb nu aan het einde, als ik nu op deze knop druk, gaat hij als het goed is weer dicht. En dat doet hij ook. En dan verschijnt er een slotje. Oké, dus nu moet ik de rest van het gedicht er nog in proppen. En dat is op het scherm echt heel veel werk. Ja, en ik heb geen idee hoe ik meerdere regels tekst op het scherm kan zetten op een makkelijke manier. Dus ja, tot nu toe ben ik niet verder gekomen dan één regel tekst. En dan zonder te wissen er nog een regel tekst onder zetten. En misschien is dat ook wel de enige manier. We beginnen hier op regel 1. En dan ja, dan dus de volgende. Het wordt een beetje omslachtig, maar ik weet het anders ook niet. Even kijken, waar zit ik hier nog goed? Het programma staat erop, dus ik denk dat het tijd is om te proberen in te bouwen. Ik heb ook even een speciaal programmaatje gemaakt waarmee ik hem open en dicht kan doen. Want ja, hij moet nu open zodat deze ingebouwd kan worden. Dus open. Ja, het laatste wat ik nu nog hieraan moet doen, is dat hier nog iets van een lens in moet. Dit ga ik op de laser maken. Ik had nog een siliconen bakmatje liggen, althans een stukje. En ik wil kijken of ik die kan gebruiken, diafragma ring mee te bekleden. Opeens bedacht ik dat ik nog heel mooi structuurkarton heb liggen. En dat is misschien wel veel geschikter. En dat is waarschijnlijk ook makkelijker te plakken, want ja, siliconen plakt eigenlijk nergens aan. Ja, dit gaat er wel worden. Kijk, een van de dingen die ik gemaakt heb is het diafragma. En dat past hier mooi in. Maar die moet ik natuurlijk eerst even gaan verven. Dan heb ik ook nog iets van een lens die hier op moet komen. En dit is het enige plastic wat ik kunnen vinden wat als lensdienst kan doen. Toetjesdekseltje moet ik even aftekenen waar ik hem ga uitsnijden. Ik wil in deze lettertjes wil ik het rood hebben. Oeh, deze verf is lang niet zo goed als de verf van de Action. Lijkt wel waterverf. Zo, het diafragma zit er nu in. Dan gaat nu deze ring erin. En dan komt dit erin. Keurig! Ik vind hem eigenlijk wel heel goed gelukt. Nou, de surprise is af. Ik vind hem erg leuk geworden. Het gedicht verschijnt hier op het scherm en als je de stappen van het gedicht doorloopt, dan gaat hij uiteindelijk open. Hier zit het slotje, dus de eerste stap is dat je twee keer op het pijltje moet drukken. Dan moet het diafragma op 4 komen. Als je hem dan op 4 zet, dan komt de volgende opdracht en dat is dat hij op 16 moet. Zetten we hem op 16. Dan moet hij helemaal open. Dan moet hij helemaal dicht. En als hij nu nog één keer open gaat, dan zie je als het goed is hier dat dit pennetje weggetrokken wordt. En dan kan hij open. En nu kan hij zo open. Als ik hem nu weer op 22 zet, gaat hij als het goed is weer dicht. En dan is hij weer dicht. Nou, ik vind hem echt super gaaf geworden. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Tot volgende keer.